Mijn naam is Johan Remmerswaal. Ik ben eigenaar van IQ Medical Ventures. Dat ben ik samen met mijn zakelijk partner Leo van der Hoek. Wat wij doen is wij commercialiseren uitvindingen van medisch specialisten. Waar gaat het product Basic over? Basic is een device wat we ontwikkelen voor de meest voorkomende chirurgische ingreep ter wereld. Dat is de zogenaamde knip bij de vrouw tijdens de bevalling. Daar is heel veel discussie over, dat heet een episiotomie. Of dat nou wel moet of niet moet en hoe dat dan moet. Maar er is geen standaard product om die knip te zetten. Een gynaecoloog in Nederland heeft de Basic bedacht. Dat is een productje wat je met één hand binnenbrengt tijdens de bevalling. Er wordt een knip gezet en het product wordt weggenomen. En daarmee ontstaat zeg maar een standaard incisie van 4 centimeter. In het geval van Basic, op het moment dat het idee haalbaar lijkt, dan moet je het plan in elkaar timmeren. En op het moment dat dat businessplan redelijk staat, kun je daarmee naar partijen toe gaan. Die partijen kunnen zijn informal investors, venture capital companies, banken, die doen niet echt meer mee in de huidige economie. En waar wij eigenlijk standaard aankloppen, omdat we altijd bezig zijn met innovatie, is Agentschap NL voor een innovatiekrediet. Die heeft dat plan goedgekeurd en hebben we aanvullende financiering gekregen. Gaande de wedstrijd hebben we extern nog geld opgehaald om ons eigen bedrijf, die vele projecten heeft, wat meer armslag te geven. Dit project liep vrij goed, dus daarmee kun je ook wat makkelijker financiën aantrekken, zodat we de wat ingewikkelder projecten zelf weer kunnen financieren. Maar Agentschap, de overheid in dit geval, heeft ons wel een hand gereikt om het wel een stuk eenvoudiger te maken om te innoveren. Nieuwe dingen maken is gewoon altijd leuk. En vooral als het lukt. En het lukt ons nog wel eens. Dus, maar als je op het moment suprem, als alle disciplines bij elkaar komen, regulatory, klinisch, de techniek, en het klopt, en de markt accepteert zo'n product, dat is fantastisch. Beter kun je niet wensen.